In het hart van Park staat het Cultuurhuis in Heerlen vond Nieuwe Helden 045 plaats in het theater met als thema Famous. Inmiddels al de derde editie van de show. Ja, de derde editie en hij is ook helemaal uitverkocht en ook best wel snel, dus daar ben ik gewoon super trots op. Iedereen heeft zo hard gewerkt en we gaan gewoon keihard knallen vanavond. Het is eigenlijk een hip-hop talentontwikkelingsproject voor jongeren, waarin ze in verschillende disciplines eigenlijk kunnen ontwikkelen. Door middel van een coach die hen daarin begeleidt. Ja, ongeveer 10 weken dat we daar echt aan het repeteren zijn en dat we echt aan het maken zijn en aan het coachen naar een voorstelling. Ja, we hebben samen met deelnemers hebben we ervoor gezorgd dat ik met Wolf, andere coach, voor de muziek hebben gezorgd. Dus gezorgd dat deelnemers die met muziek bezig zijn iets moois kunnen toevoegen aan de voorstelling. We hebben met de deelnemers hebben we repetities gedaan, we hebben muziek samen gemaakt, ze voorbereid, ook gewoon gezorgd dat ze vanuit het thema Fame hun eigen verhaal kwijt kunnen in de hele voorstelling. Ik heb er zin in en ik denk dat het echt een hele vette show gaat worden. De kids zijn goed voorbereid, de deelnemers hebben zich echt goed voorbereid, vet dingen gemaakt. En ik ben heel blij met het resultaat en vanavond gaan we vlammen. Van de kranten hij te zien, urenlang met de killen in de zin krijgen. En best Andrea voor de jarenlange broederschap. En fuck, is gewoon de voorbereiding is goed verlopen en zo komen de mensen binnen. Dus de deuren gaan zo open. Ja, ik moet heel veel enge dingen doen. Ja, dat vind ik toch wel een beetje spannend. Maar jou lukt het wel, hè? Ja, ik denk het wel, joh. Ik ben een heel klein beetje nerveus. Ik ga het wel genieten, zou ik zeggen. Dit is onze show. Who's next? Dit was volgens mij mijn derde editie al en ik heb een monoloog geschreven vanuit klein meisje naar hoe ik nu actrice ben. En ja, dat was een hele rare weg met obstakels, maar het ging wel heel erg goed. Ja, je kan altijd groeien in nieuwe kansen. Het is ook gewoon mooi om bij elk thema te kijken hoe past het bij jou en hoe wil je dat vertalen.